Goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Ik wel. Het is nu 10:15. Ik heb om 11:00 een afspraak bij de SOS, de sociale dienst. Maar ik ga eerst even een lekker ontbijtje maken. Ik heb ontzettend zin in een fruitontbijtje. Ik heb aardbeidjes, banaantje, appeltje, sinaasappeltje. Dat was het volgens mij. Weet je wat fijn zou zijn? Hè? Als je gewoon zo met je vingers kon knippen en dat het dan allemaal gewoon gesneden in een bakje zat. Gewoon knip, bam, klaar, eten. Ik ga proberen. 1, 2. Yes! Mijn afspraak bij de sociale dienst ging goed. En we hebben het ook nog even gehad over mijn YouTube kanaal. Dus als je kijkt... Hoi! Ik ga even lekker bij mijn mama lunchen. En ik heb zin in iets met appels. Appelflappen. Ik ga lekker naar mijn mama toe. Zo, lekker appelflapjes en een leuk paasstukje voor mijn mama gehaald. Wanneer heb jij voor het laatst iets voor je moeder en of vader gehaald? Moet je af en toe eens doen voor die mensen. Is leuk. Kijk, het is mijn oude basisschool. Mijn schooltje van vroeger. Heerlijk kleine appelflapjes gegeten bij mama. En broodjes met filet americain. Dat durfde ik vroeger nooit te eten, omdat het rauw is, weet je wel. Dacht ik altijd dat ik per direct geïnjecteerd zou worden met made-eitjes. En gewoon nasty. Ik heb zin om te picknicken. Wie gaat er met mij picknicken? Laat even weten. Gaan we binnenkort gezellig met z'n allen picknicken. Goed idee. Ik heb net lekker avond gegeten en nu ga ik lekker een stukje lopen. Want ik wil dus meer bewegen. En ik dacht, laat ik gewoon in ieder geval alvast lekker gaan wandelen. Dat klinkt misschien heel suf of zo, maar wandelen is heel gezond voor je. Gewoon lekker een stukje lopen. Het is goed voor je spieren, het is goed voor je lichaam, het is goed voor je botten. Het is gewoon heel goed voor je. Mensen onderschatten dat gewoon een lekker lang stuk wandelen echt goed is voor je lichaam en ook echt wel... beweging is. Zie, ik ben ook een klein beetje buiten adem. Want ik loop niet heel langzaam, ik loop gewoon een beetje door. Maar goed, een beetje jammer. Hoor je dat? Ik weet niet of het hoort. Het regent. Ik ging net lekker naar buiten. Ik dacht, het is lente, het is niet super warm. Maar het is een klein beetje fris. Maar het is wel te doen. Ik dacht, ga ik lekker naar buiten lopen. Wat gebeurt? Regen. En echt voor die dikke druppels ook. Dus ik hoop dat ik straks op de terugweg niet helemaal nat geregend wordt. En het ruikt sowieso al echt heerlijk nu. Je ruikt gewoon bloemen en groen. En dan ook nog door de regen wordt het nog lekkerder. Ik hou ervan. Wat doe jij voor beweging? Doe je echt sporten? Zit je op een sportdinges? Wat doe je? Van een paar weet ik het al, trouwens. Bloggilates. I don't know how to pronounce it. Maar ik ben wel benieuwd. En ook de wat oudere mensen. Begin 20, eind 20. Lukt het je nog om te sporten? Want vroeger ging dat gewoon vanzelf, weet je wel. Dan bewoog je gewoon veel meer. Fietsen met je vrienden overal naartoe en zo. En nu met fulltime werk of wat dan ook. Weet je wel, dan moet je echt de tijd nemen om te gaan bewegen. En... nou, ik heb geen zin om naar een sportschool te gaan of zo. Ik ga liever gewoon lekker lange wandelingen maken. Lekker zwemmen, baantjes trekken. En ik kom straks bij een leuk punt als het goed is. Waar hele lieve kleine ponietjes staan. Ik hoop dat ik ze zie. Ja. Wat heeft hij aan? Moet je kijken. Wat heeft hij aan? Oh, dat is echt super cute. Moet je kijken. Kom je gezellig naar me toe? Wat heeft hij aan? Waarom heeft hij iets aan? Kan iemand mij dat vertellen? Waarom hij iets aan heeft? Hi! Oh, je bent dichtbij opeens. Wat heb jij aan? Waarom heb je zo'n leuk pakje aan? Is dat de lentemode? Ik vind het wel super cute. Hi! Hi liefie! Oh, jochie toch, meisje toch, heb je jeuk? Nou zit je hele haar in de war. Je hele kapsel is verpest. Meisje. Heb je zo'n jeuk dan? Oh, hallelujah, praise the Lord. Oh, zo'n jeuk, yeah. Heb je luizen? Volgens mij zit je vast. Oh, Lord Jesus. Yes, hunty. Shake it. Oh no, Lord Jesus, it's raining. Oh, echt van die dikke lentedruppels, weet je wel? Ik zit met mijn hand boven de camera. Wat moet ik doen? Moet ik gaan rennen? Er is helemaal geen aftak of zo. Ik word kleddernat. Leuk idee, Kiwi, om te gaan lopen buiten. Jeetje, de hele dag regent het niet. Ga ik buiten lopen? No way, echt van die dikke druppels. Somebody save me. Ik ben een natte poedel. Een natte hond. Ik ben kledder
nat. En ik dacht gisteren nog, want ik las het weer van vandaag. Morgenavond komt er een onweer. Toen dacht ik, oh, wauw, moet ik wel thuis blijven. En wat doet Kiwi? Ze gaat buiten lopen, terwijl ze weet, al was ze het wel vergeten, dat er regen zou komen. Ik ben heel sportief. Ik geef je nu 5 seconden om mij sadistisch uit te lachen. Klaar nu. Klaar. Klaar. Je hebt 5 seconden gelachen. Het is klaar. Er gaat een druppel tussen mijn boobies. Oh, dat voelt heel vreemd. Hey, ik ben er nu gewoon klaar mee. Ik ben er gewoon klaar mee voor vandaag, ja? Ik ga in bed liggen. Ik ga een filmpje aanzetten. En ik ga chillen. Oké? Gadverdamme, ik doe mijn hand in een spinnenweb. Waarom nou toch? Waarom nou toch? Tot morgen. Doei!